Rus zijn. Nou, kijk waar we zijn, man. History in the making. Hele goedemorgen, jongens. En welkom alweer bij een nieuwe vlog. Ik zit hier met mijn broer in de auto. En het is een rare tijdstip om een vlog te beginnen, want het is iets van 4 uur 's nachts. Maar mijn broer gaat me brengen naar Schiphol. Ik moet naar Schiphol toe. Vandaag is het zover. Vandaag gaan we naar Italië toe. Mijn broer gaat me afzetten. Dat is echt lofmansreden, je weet toch? Sowieso, dus, ik ben straks met Nessim en met Tony Junior op Schiphol. En dan gaan we vertrekken naar Italië. En gaan we ook daar een prank opnemen voor ons kanaal. En we gaan die avond ook gewoon mee met Tony Junior. Weet jij, vlogt nu ook. En hij heeft ook een vlogkanaal. Link trouwens in de beschrijving. En gaan we met hem mee, met de Face, man. Hij is een grote DJ. Ik heb hem vaker zien optreden en zo. Laatst zijn we ook iets met hem meegegaan. Maar gewoon in Nederland. Maar nu gaan we gewoon met hem naar buitenland. En ik hoor dat het in het buitenland echt gek eraan toe gaat. En let's go, dus zou ik zeggen, man. Ja, let's go. Ja. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, de hond met de rode stippen. Ja. Yes, jongens, ik ben ondertussen op Schiphol, zoals jullie zien. En ik ben hier lang niet meer geweest. De laatste keer dat ik echt op vakantie ging was in, was ik 12 of zo, 13 of zoiets. En nu ga ik eindelijk een dagje naar Italië, niet echt op vakantie. We gaan ook gewoon filmen daar en zo. Maar ja, wordt wel gezellig. En ik ben nog als eerste hier, man. Ik zie Nessim nog niet, Tony Junior nog niet. Ik probeer ze ook te bellen, maar ze pakken nog niet op. Misschien zijn ze nog aan het rijden. En man, sowieso nog shout-out naar mijn broer. Love naar Fabian, hij heeft me net gewoon hier naartoe gebracht. Ik heb hem gisteravond nog pas gevraagd of hij me kon brengen. En weet je, dat is family love, man. Dat doet hij altijd voor me. Maar andersom, altijd, weet je, maakt niet uit. Altijd als mijn broer me nodig heeft of mijn vrienden, is dat altijd paraat, man. 24-7. Dus dat is een beetje die motto bij ons. Ik weet het, man, dat is family love, man. Ik sta ondertussen hier bij de juiste, hoe noem je dit? Juiste departure, terminal, zo, yes. En ik ben met een paar strijders hier, we gaan ook gewoon naar dezelfde plek als ons toe, man. We gaan ook allemaal naar Italië? Ja, man. Mag over scoren zijn, hè? Ja, man. Lekker, man, strijders. Ja, man, misschien zitten we naast elkaar in het vliegtuig, man. Lekker, man. Dus mijn school, hey broer, wij gingen niet eens naar Disneyland, man, bro. We gingen niet eens naar Efteling met mijn school. We moeten allemaal zelf betalen. Ja, ik moet met mijn school naar gevangenis, man. Ja, wij gaan overigens naar gevangenis. Ja? Nee. Het is een goede school, man. Ja, lekker, man. Shout-out naar jullie, man, strijden. Wil je nog shout-out naar iemand doen? Nee. Nee? Zo naar jou, man. Thanks, man. Ja, man, naar de fam, man. Bleed voor de fam, man. Nou, kijk met wie ik ondertussen ben, man. Tony Junior. 5 uur 's ochtends. Lekker, man. Fuck up, Ryan. Je bent er ook. Heb je er zin in? Ja, voor mij is het gewoon werk. Werk. Ik heb er sowieso altijd zin in. Ja, toch? Dus het is voor mij ook uitgaan. En ik vind het leuk dat jullie mee zijn. Ja, toch? Super tof, man. Maar hoe vaak race heb jij? Ja, ik weet het niet. Hè? 100 vluchten per jaar. God damn it. Kijk wie er ondertussen bij komt. Met zijn koptelefoon. Hè? Koptelefoon. Ik moet wel even zeggen dat ik een blok in mijn tas heb verstopt. Dus ik. Wat ben jij toch een bitch? Waarom doe je zo'n kistetje meenemen, man? We zitten uren in die vliegtuig, bro. Mooi. Uren, 3 kwartieren, misschien 2 uur zelfs. Echt is zin, man. Ik ben, ja, gewoon eerlijk, dat is voor chimies, hè? Ja, wat is dat? Omdat jij een dikke nek hebt waar je op kan rusten. Zo. Wat een comeback, eerlijk. Nou, jongens, we zijn net door de check-in gekomen. Ik moest alles uitdoen. Net mijn broek nog niet. Ik kwam er niet met alles. Ik ben er doorheen gekomen. Lekker, man. Zijn jullie er klaar voor? Hè? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar voor, man. Nou, jongen, dit is een speedboard in, wat is dit? Speedboard, bro! Nou, dit is onze vliegtuig. EasyJet.com. En dan hebben we gelijk gewoon een website gewoon op de... Ja, ze winnen er geen puntjes om. Nee, hè? Kijk maar goed naar dit toestel. Ja? Hier zie je dus dat het een heel oud modelletje is. Ah, shit, hou op, man. Ik krijg daar zenuwachtig van. Nee, maar serieus. Ja. Dit is echt oud vliegtuig. Of vliegtuig. Het rammelt wat meer. Komt goed. Ja? 1,5 uur. Shit, als eerste in de plane. Daar gaan we, man. Oh, boy, ik vind het wel een beetje spannend, man. Ik heb al 13 jaar niet gerezen of zo. En nu ga ik eindelijk weer, man. Het is wel visie eng. Ik hou niet zo van vliegen, maar ik heb er niet daar zo mee. Maar ja. Jongens, genoeg ruimte. Kijk hier, eerste rij dingen. Oh man, Tony man, lekker man. Geregeld. Ja. Hai, shout out. Lekker man. Dit jongens, het ziet er gek uit, man. Pijlen zie je zo. Wel gek.
aan, man. Deze man hebben ons leven in handen hier, zo, man. Let's go, man. Het ziet eruit als code taal, zo, man. Super sick, super sick. Oh shit, we gaan opstijgen, man. Net zo midden in Daga mode. Shit, man. Laatste woord. Hij is niet waar, joh. Ik laat net zo even slapen. Ik denk dat het erg wordt geluid, man. Ik zweer het, man. Dit is wel heftig, hè? Is dit normaal? Nee. Hoor kan het niet. Jongens, we zijn er, man. Italië, man. De piloot deed een goede job daar zo. Hij heeft de vliegtuig netjes geland. Ik, Brian is daar. Brian wil niet praten, Brian is moe. Yo, wakker Brian. Geslapen. Wakker Tony. Hoeveel keer ben je in Italië geweest? Ik weet niet eens meer. 50? Ja? Laatste 10 jaar, ja. Maar waar is het gekste optreden? Is het in Italië of in Europa, zeg maar? Ik, het kan echt overal zijn, maar ja. Italië gaan ze altijd wel... Vanavond gaan ze gek, dat weet ik wel, ja. Nou, we lopen nu buiten. Ja, dat zien jullie wel, maar... In ieder geval, we hebben onze eigen... Hoe noemen we dat? Promoter, toch? Nee, dit is gewoon echt een privédrijver. Een privédrijver? Vaak is het ook een promotor van het festival zelf, maar dit is gewoon een ingehuurde promotor. Ook okay. Met de auto een beetje chill is. Ja, toch? Tony Superstar is ook wel een goede naam. Ja. Nee, dat lijkt wel Tony Star. Dat wordt dan vaak... Ja. Lijkt wel als een porno naam of zo. Tony Stopper. Ik zeg eerlijk, man. Jij zou wel goed in een pornofilm kunnen, man. Ja, bro. Ik zou het doen als ik geen DJ was geweest. Echt waar. Ja. Nou, hotelkamer hier zo, man. De bedden hebben we verschoven. Ik ben net zo bang dat ik hem weer ga slaan in zijn als ik slaap. Hier hebben we badkamer, joh. Daar hebben we een minibar, maar daar zit niks in, Amati. En hier ben ik, man. Woe! In ieder geval, ja, we kunnen gewoon roomservice. Hè. Alles is op de kosten van het bedrijf, zeg maar, wat Tony heeft geboekt. Lekker, man. Ik moet de receptie wel doen. Hi, I don't speak Italian, sorry. We would like to try some, we would like to try some orders, how do you say it? Room service, but it's the number isn't dialing. We will. Room service. Hebben we nu wel een goede nummer? Ik denk het. Nah, lekker man. Lekker man. Yes jongens, wij gaan ondertussen vertrekken. We hebben een gekke taxi besteld. Het is wel een mooie taxi, man. Ja, tuurlijk toch? Minder doen we het niet. In ieder geval, het heeft net om in geregend, zoals jullie zien. Maar het begint een beetje op te drogen. Ik vind het trouwens echt mooi, man. Al die flats, man. Ik zeg je eerlijk, maar. En dit soort bomen, zeg maar, die je daar ziet. Super nice. Maar in ieder geval, nou, dit is nog nicer. Yes. Rust zijn we. Nou, kijk waar we zijn, man. History in the making. Die history is al gemaakt. Ja. Weet je wat vanaf? Ja. Ja, fitties toch en zo. In die arena. Fitties toch? Ja, toch. Mensen maken elkaar kapot hier. Die achtergrond, man. Super nice, man. Dat is keihard, hè? Dat is lekker, man. We gaan zo beginnen met foute matties. Pak het eens. Hoe kijk je dan zo? Kijk die persoon, zeg maar. Je hebt zeg maar een sierpaard en een werkpaard. Ja. Dat is wel weer duidelijk. Ja. Dat is wel heel duidelijk. Ja. Nee, je weet toch, je hebt altijd zeg maar. Als je een duo bent, is eentje altijd de bitch. Nee, grapje net. Beter. Haartje met z'n vrouw. Kom in mee, ja, film mee. Geef me shine. Hey, abonneer allemaal op mijn kanaal, man. Ja, man. Gun mee. Nou, jongens, we komen gewoon een strijden tegen je, man. Ik ga je wat laten zien, hè. Ja. QC en Lesse ook in Rome. Hoe weet je dat? Ik zeg. Snap ik je zeg, man, bro. Dus gewoon, je bent nog nooit in Nederland tegengekomen en gewoon lekker hier, man. Yes, man, ik zeg eerlijk, man, je moet je shout-out tijd even pakken, man. Sowieso shout-out naar Shaloogie voor deze. Shaloogie, ik zie je, man. Lekker, man, bro, we zijn er, man. Rome iets, man. We zijn van locatie veranderd, nog steeds bij het Colosseum, zo noem je dat toch, Colosseum? Ja, man. Ja, dat is goed. Colosseum. Nog steeds Colosseum, is het zeker? In ieder geval, Tony is prep.
En de politie die daar staat, die is zeg maar niet echt down ermee. Maar ja, we gaan gewoon risico's nemen. Toch, Nes? Ja man, dat is het risico van het vak, man. Bro. Risico van het vak. Hoe voel je het, Tony? Ja, ik zei het al, gewoon zenuwachtig. Ja. Ik ben niet alweer zenuwachtig. Yes, wij zijn zojuist klaar met Fotomatisch. Hoe vond je dat, broer? Ja, ik vond het echt. Ik heb nog nooit zo'n hoog level van awkward meegemaakt. Het was wel moeilijk. En jij hebt veel awkward dingen meegemaakt. Ja, gast. Ja, best wel veel, ja. Ja, we zijn net klaar. Was alles goed, Nes? Heftig. Heftig. Ik moest net zeg maar het veld in en jij hebt echt iets foktops. Ik heb iets bij me voor een van jullie twee. Ja. Ik heb me semi een beetje voorbereid. Ik denk, ik heb jullie even gekeken wat jullie doen. Ja, je hebt ons gepakt net, man. Maar ik ga niet zeggen wie de lul was, maar iemand was net je de lul. Ziet het, je ziet het, blijf kijken. Blijf kijken, man. Ik zeg jullie eerlijk, jongens, dit is wel echt super mooi, man. Er zijn wel veel mensen ingemurderd of zo, maar het is super nice. Dit zijn wel van, dat zie je altijd in films of op foto's, zeg maar, in geschiedenisboeken. En nu zijn we er echt, man. Dat is wel tof, man. Shout-out naar Italië sowieso, man. Lekker, man. Yes, jongens. We zijn back at het hotel. En zo mooi al die lichtjes. En we gaan Tony hier en Junior en Nessim en Brian lopen al daar. Maar we gaan even lekker het restaurant in. Nee, er is voetbal op tv. Hoor dit? Even voetbal meekijken. Dat is altijd leuk. Maar we gaan het restaurant in. We gaan lekker eten. En daarna, even snel. En daarna wordt het... daarna wordt het even slapen. Hey, spreek hem in één keer uit. Restaurante El... Es un naso. Es un naso. Kom. Mira Tayote. Ik weet niet wat ik zeg, maar. No, magic info. Dit is disrespect, man. Ik moest ook nog. Nou, we wilden eigenlijk beneden gaan eten. Maar restaurant bleek nog niet open te zijn. Dus we gaan gewoon hier even schranzen. Maar we gaan eten. Pizza. We moeten wel pizza eten pizza, in Italië, man. Pasti, alles. Lekker, man. Hey, die kan je wel, ik kan geen ja gooien. We hebben net geprobeerd. Doe ze op één keer die ja. Probeer hem even. Ja! Jammer, man. Hij wordt wel beter. Maar eentje kan je wel. Eentje kan je wel nu. Lekker, man. Lekker, man. Lekker, man. Dat is voor 2 people, ja. Yeah. Oké, okay, dan make it 2. True? Wat wil jij? Welke pizza heb jij? Margarita. Wil je geen pizza? Ik wil salami erop vragen. Ja, pepperoni, man. Ja, alleen dat. Is het possible to get only pepperoni of salami on the margarita? No, No pepperoni in Italië. Oh shit, jongens. Olietjes en zo, lekker, man. Ja, ik moet wachten, man. Nessim heeft mijn ding. Pak je olie dan? Ja, olie. Kijk, dan gooi je die olie erop. Ik heb iets van hem. Ja. Wacht, eerst mijn broodje even opzij. Kijk dan. Oh, thanks, man. You are a strijder. Nou, de pizza's. Goddammit, man. Nou, net klaar met eten. De buik is wel vol, maar het eten was niet zo goed. Maar zoals Tony al zegt. Dat heet hotelvoedsel, toch? Ja, man, ik wist het al van tevoren. Maar ja, anders ben je 2 uur onderweg. Ja, we moeten dus nog eventjes slapen en daarna gaan feesten. En DJ Tony gaat draaien, DJ man. DJ Tony, ja, toch? Ik zit ondertussen op de hotelkamer. We gaan nog even slapen. In ieder geval, jongens, Nessim is naast mij een paar meter verder. Is hij op de wc aan het schijten. En wat zei je, bro? Ja, man. Ja, man, doe je ding. Wij gaan nog even slapen en ik ga de vlog hier ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik ga zeg maar vandaag als ik wakker word begint mijn nieuwe vlog. Dus wanneer we met ik wakker word dat ik met Tony ga feesten en dat soort dingen en de terugweg noem maar op. Dus dat beschouw ik gewoon als een volgende dag, want het is toch in de nacht. En anders zou die vlog echt super lang gaan duren ook. Dus morgen nog een Italië vlog onderweg naar huis terug vlog en noem maar op, man. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet te liken, te subscriben en tot de volgende vlog, man. Ja! Nee, gooi hem even.